Heel progressief Nederland liep in Polonaise toen Obama werd gekozen als president van Amerika. Nu 6 jaar later is Obama een flop en iedereen stil. De Tweede Kamer die stond toen te juichen. De NTR had een eigen programma helemaal om Obama heen gebouwd. Want ja. God oh God, een donkere man die werd de baas. Ja, en nu? Ja, ik denk dat er toch wel een rouwstemming heerst bij de NPO. We hebben een hele grote uitslagenavond georganiseerd toen met 5 jongere organisaties. Helemaal door het dolle. Obama was president. Het was wel een lichtelijk euforische stemming in 2008. Hij had een prachtig inspirerend verhaal dat het wel kan. En dat is mooi. Ja, en nu blijkt dus dat hij het ook niet kan. Ja, dat kan jij vinden. Hij heeft een heel belangrijk signaal afgegeven aan de wereld. Dan heb ik het echt over het verhaal van hoop. En dan ben je president. En dan moet je er alles aan doen om er iets moois van te maken. Ja, dat is dan niet gelukt. Nederland was helemaal in vervoering toen Obama gekozen werd. Potverdikkie zeg, wat zaten we op deze nieuwe Jezus Christus te wachten. Maar je hoort er niet zoveel meer van, hè? Nee, het was de laatste tijd helemaal niet goed. Een zwarte nacht voor Obama was het deze week. Ik denk dat het niet handig is om over zwarte nacht te spreken. Meneer Bashir, vond u Obama ook helemaal te gek? Zeg maar, toen u net begon? Nee. Nee? Nee, eigenlijk niet. Vanaf het begin af aan deed iedereen net alsof hij over water kon lopen. Maar ja, hij was voor mij altijd al yesterday's man, zou ik maar zeggen. Hij kan in ieder geval een mooi speech. Eerlijk is eerlijk. Ja, ik denk dat dat toch als racisme wordt gezien. Oh, hemel. Ja, dat gaat op het niveau, hij kan tenminste goed tapdansen. Ja, nou, het is hemel. Het was echt een man die begeesterend was, die de bevolking optrok. En met een visie kwam van... Ja, I have a dream was het niet, maar time for change. Wel mooi dat u allemaal in verleden tijd spreekt, want er is niks meer van over, hè? Ik heb ook begrepen dat niemand meer met de Messias van toen gezien wil worden. Zelfs niet uit zijn eigen partij. Dus dat is wel embarrassing, zal ik maar even zeggen. Ja, hij bracht het heel erg goed. Maar het is natuurlijk ook nog zo dat je het inderdaad in de praktijk moet brengen. Het is er wel een beetje als een nachtkaars uitgegaan met Obama. Dat gebeurt wel vaker in de politiek, hè? Dat de waarderingscijfers omlaag gaan. Oh, dat was het antwoord. Sorry hoor, maar u beschreef net nog een soort messias en nu opeens is het een mens geworden die ook kan dalen in de peilingen. Nederland Obama land nummer 1 van de wereld, hè? Nergens was Obama populairder dan in Nederland. De messias was hij en dat heeft hij niet echt waargemaakt.